En ja, lieve mensen, zo gingen de fabeltjes door in het grote dierenbos. Meneer de uil maakt zich grote zorgen, want hij zei... Nu is het risico op een zomermuts en voorjaarsknapzak toegenomen. Nou, hoe dit allemaal afloopt, horen jullie de volgende keer, lieve kijkbuiskindertjes. En denk erom, oogjes dicht en snaveltjes toe. Slaap lekker. Nou ja, waar dat op slaat, pas op, lentenoren komen eraan. Zo kom je van de jeuk af. Die meneer is lastig. Ja, en ik heb een huisje vol visite. Die twee waren er al. Hi! Hi. En die komt net binnenvallen. Onze Mario! Ja, en die zit er natuurlijk weer op stoot. Het zal niet zo wezen. Hé? Rijka. Ja! En Mario heeft een heel mooi jasje of zoiets dergelijks. Ja. Met allerlei zomerse kleurtjes. Ik had een uitvaart en diegene die hield van mooie, leuke kleurtjes, vrolijke kleurtjes. Nou ja, dat vind ik leuk. Een hele goede middag, lieve vrienden. En welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Het is vandaag alweer een zaterdag, de 23e van de 3e 2024. Wat gaat de tijd toch hard, hè? Ja, zit je alweer halverwege maart. Ja, tjonge nog een toe. Maar ja, jullie weten al dat ik straks bezoek krijg van dezelfde mensen die van de week hier ook al waren. Marcel en Daniella. Dus helemaal leuk, helemaal top. Ik moet nog wel de hondjes uitlaten. Daar ben ik nog niet aan toegekomen, want A, ik had me wat verslapen. B, moedertje natuur riep ook bij mij. Hun kennen de tuin in, maar ik niet, ja. Nee, ik moet naar de wc. Ja. Dus, maar, ach, komt allemaal goed. Mogen ze straks nog verder lopen, want ik laat ze niet nog alleen in mijn huis. Nee, dat doen we nog maar niet. Zover ken ik ze nog niet, dat al kan. Maar dan lopen ze dus nog maar een blokje verder mee, hoor. Ja, het is maar een kilometer die ze erbij krijgen. Wat was dat? Wat was dat? Een boertje? Ja! Rijka liet een boertje naar te zien. Lekker ding. Hé? Lekker ding. Ja, je bent een lekker ding. Een klein, lekker, ondeugend dingetje ben jij. Oh, moet je zo'n gaapje doen. Moet je gaan slapen, hè. Als je moet gapen, dan moet je gaan slapen, zegt vrouwtje altijd. En daar ligt mijn andere lieverd. Hé, die alweer 7 jaar is. Joh. De 10 hond geen skof, dat hij niet zelf stilzitten, hè. Joh. Dat is wel zo. Hé, meisje. Maar lekker luieren, ja, gaat de tijd gewoon door, hè? Ja, dat kun je wel aan deze jonge dame zien en aan die. Hé, dat gaat gewoon door. Ja, helemaal goed. Dus ja, dat dus. En nou ja, we hopen er een hele leuke, gezellige middag van te maken. Ja, we krijgen regen af en toe tussendoor. Morgen wordt het nog erger. Heb ik net te horen gekregen met onweer. Nou, die onweer mag die daar houden. Want ja, ik hoef dat niet te hebben. Dat was bij Jan Mooi in... waar woont die gek? Schiedam, geloof ik, toch? Nou ja, weet ik veel. Ik weet niet waar Jan woont. Ik vergeet het altijd. Ik meende Schiedam. Maar ja, dan mag hij daar houden, ja toch? Ja, ik hoef geen onweer. Maar in ieder geval, ik zie nog twee berichten staan. Eentje van onze Theresia. En dat is, weet ik niet. Ja, lieve mensen, zo gingen de fabeltjes door in het grote dierenbos. Meneer de uil maakt zich grote zorgen, want hij zei... Nu is het risico op een zomermuts en voorjaarsknapzak toegenomen. Nou, hoe dit allemaal afloopt, horen jullie de volgende keer, lieve kijkbuiskindertjes. En, denk erom, oogjes dicht en snaveltjes toe. Slaap lekker.
Nou ja, waar dat op slaat, pas op, lenteoren komen eraan. Zo kom je van de jeuk af. Ha? Niet alleen hooikoort steekt de kop op nu, maar ook de lenteoren. Ik heb nog nooit van gehoord. Ik ben 66 jaar en ik heb nog nooit van lenteoren gehoord. Wat houdt dat nou weer in, mensen? Lenteoren, wat is dat? Ik heb ook 's winters jeuk aan mijn oren. Ja. Yeah. Heet dan ook winteroren of herfstoren? Zomeroren, nou ja. Het is, lieve mensen, neem van mij aan. Het is allemaal bangmakerij, want iedereen heeft wel eens jeuk in de oren of aan de oren. Nou, dan is het gewoon je schelpje dicht en dan, up, is het gewoon toch ook over, ja. Dus, daar bij mij. Ja hoor. Dit is echt bizar. Echt bizar. Kijk of ik daar ook op kan reageren. Ja. Even een lachende smiley. Bizar. Geweldig toch? Lente horen. Ik lig in een deuk. Echt geweldig. Tjonge nog een toe. Die gaan we natuurlijk even delen. Geweldig. Nee, ik doe het even anders. Ik moet hem weer even openen. Kijk of ik hem hier... Ja, hier kan ik hem ook delen, want het is op Facebook. Ja, dan wil ze het hebben. En ik moet naar groepen. Ik moet hem naar mijn groep steunpunt hebben. Plaatsen. Zo. En natuurlijk deel ik hem ook in WhatsApp. Jeetje, wat een... Echt, ik leg in een deuk. Ja, echt wel. Nee, kun je lachen. Geweldig. Jongen, nog een toe. En dat mag niet meer, je mag er maar 5 delen. Ja, je mag wel meer delen, maar 5 per keer. Oh, wij komen nu, mama, wordt er gezegd. Oh jee. Ik moet nu ook nog weg. Ben jij al onderweg of nog niet? Ja, toch, moet ik wel even weten. Anders wacht ik totdat ze hier zijn, als ze al onderweg zijn. En anders bel ik wel even, ja. Maar in ieder geval, ik zou zeggen, geniet van alles met wat jullie doen. Maar geniet ook een beetje met deze kant mee. En tot later. Ja, en die meneer is lastig. Ja, en ik heb een huisje vol visite. Die 2 waren er al. Hi. Hi. En die komt net binnenvallen. Als een Mario. Ja, en die zit er natuurlijk weer op stoot. Het zal niet zo wezen. Hé? Rijka. Ja! En Mario heeft een heel mooi jasje of zoiets dergelijks aan. Ja. Met allerlei zomerse kleurtjes. Ik had een uitvaart en diegene die hield van mooie, leuke kleurtjes, vrolijke kleurtjes. Nou ja, dat vind ik leuk. Ik denk, hadden jullie bij kunnen passen, want jullie hebben roze. Ja, jullie hebben roze. Stuur wel meegekund, ja. Ja. Maar dat gaat wel, hè. Ja. Ja. En dus, ja, dat dus. Helemaal leuk, helemaal gezellig, of niet dan? Ja! Ja! Echt waar. En Elwin die ligt er weer heerlijk ernaast. Ja, waarom ook niet? Nee, ik hoef geen kusje. Ik hoef geen kusje. Wou je een kusje geven? Wou jij een kusje geven? Nee, Gandalf! Nee is nee en blijft nee. Je bent er al 2 keer oud geweest. Dus. Geweldig.
doos? Die, ja, dat is echt een vrije doos. Een vrije doos? Ja, een vrije doos ben je. Ja. Heb ik er geleerd hoor, kusjes geven. Ja, heb ik er geleerd. Dat doet Elwing niet. Je bent geleerd van het vrouwtje. Je bent ook nog net het vrouwtje. Oh jee. Doet Elwing niet kusjes. Oh, ja, automatisch, gewoon uit, spontaan doet Elwing het af en toe eens. Ja. Maar oké, wij gaan lekker verder hier om gezellig ouwe Nederland. Ja. En ik zou zeggen, tot later. Ja, lieve vrienden, we zijn weer bij elkaar. We gaan er vandoor. Maar daar zit er nog een ander. Ja, onze kleine Rijka. Ja, we gaan van deze dag weer afscheid nemen. Deze dag ligt weer achter ons. Het was vandaag zaterdag de 23e. Oh, jullie staan een beetje raar, ja. Oh, wacht even. Geduld is een schone zaak. Doen we het even eindjes om. Zo. Ja, dan zijn we er weer. Het was vandaag zaterdag, de 23e. En we zijn alweer al eigenlijk aanbeland op zondag de 24e. Ja, ja, maar het is 2:15. Dus het wordt tijd dat we naar bed toe gaan. Dus daarom komen we nu om jullie wel rusten te wensen. En ja, gezond weer op. En ja, zover ik weet komt er vandaag weer bezoek. En dat is onze Joyce. Dus ja, we zullen het beleven. Ik heb wel zoiets gehoord en gelezen. Dus ja, komt allemaal wel goed. En wij gaan zo naar bedje toe. Dus ik zeg welterusten, lieve vrienden. Slaap lekker met mooie dromen. Ga je morgen naar de kerk? Nou, dan sowieso gezond uit je bed zien te komen. En op tijd, dus zet je wekker. En of je alarm van je telefoon, maar ja, dat is ook tegenwoordig gewoon een wekker. Ja, want het wekt je. En dus ja, komt helemaal goed. En blijf je thuis en kijk het via je pc of telefoon of laptop of tablet. Dat kan allemaal tegenwoordig. En ja, jullie weten het ook. God die houdt over ons altijd de wacht. Daarom zeg ik gewoon tot aan de andere kant van de nacht. Doei!